Hey, hallo. Oh my god. Hallo, mijn naam is Peter Hoefnagel. Nou ben ik klaar mee. Wat jij meemaakt op school zie je bij mij terug in de klas. Alsjeblieft. Hey. Gast. Wat is daar? Ja, hij loopt met propjes te gooien. Hm. En jij? Rick, je kijkt zeer onschuldig, maar ja. Ik denk dat Britt een punt heeft. Nou, ik denk dat Britt gewoon blind is. Ik ga jou even een waarschuwing geven. Hoe gaat het met je werk? Wat voor opdracht ben je? Ik ben nu bij 17 al. Dat is gek. Ja, goed hè. Vind ik niet echt voortvarend. Dus één opdracht heb je gemaakt. Ja. In 10 minuten. Ik kan beter goed invullen dan fout. Geen gedoe met propjes. Hallo, hou eens op. Wat? Hey. Denk je dat ik achterlijk ben of zo? Wacht even, Emma, wat is er aan de hand? Ja, hij blijft nog steeds doorgaan met die kutprop. Ja, oké, nou is het stop. Nou is klaar. Nou is klaar. Ik doe niks. Nee, ik doe niks. Eerst loop je Britten en daarna loop je Emma. Hè? Allebei blonde vrouwen. Zit je met blonde vrouwen te pesten? Yes. Hou je van blonde vrouwen? Eigenlijk wel een beetje. Ja, pak je spullen maar en verdwijn. Nee. Wat zei je? Op je worstlust. Nou, ik hou wel van worst. Oh. Lekker. Ja, ik ben wel dol op een stukje worst, ja. Welke worsten had je in gedachten? Ja, eeuwworst. Ik ga even een grensje over. Dat is jammer. Ja. Want je kan je spullen pakken, want ik ben een beetje zat, je grote mond. En verdwijn, echt. Verdwijn? Zo hocus pocus poef. Hocus pocus poef, zo nee, niet, even naar Mulder. Dat is wat hoger, anders is het raar. Ja, je zit een beetje te glimlachen, maar het is allemaal niet grappig. Later. Dat is het. Lachen. Het is allemaal niet grappig. Ja. Weet je, ga dan maar gewoon lekker verder met je kutles. Wat zei je met je... Rick, weet je wat je doet? Je gaat even naar Mulder toe. Ja? Ja. Dan kom je daarna even bij mij terug. Ga ik even met jou een paar afspraken maken. Ja? Wat ga je doen? Wat doe je? Hallo, mag ik contact met je? Ik zeg dat je nu naar... Wat doe je? Zetten. Ik ben er klaar mee nu hoor. Met ja, die ik ga ook dingen. Wel. Want ik ga namelijk niet eerst naar Mulder om daar even gezellig te zitten. Om daarna nog eens even hier gezellig te komen babbelen. Oh. Nou, ga ze niet allebei doen. Eén van de twee. U mag kiezen. Maar niet allebei. Ja, aardig hè. Ik laat je nog kiezen. Ja, nou. Ik vind jou helemaal niet zo aardig. Niet? Ja, je blijft grappig doen. Je blijft grappig doen. Dus hup, naar Mulder toe. Ga even naar Mulder. Altijd leuk. Gezellig. Ja, je kan wel eens op panineren over doen, hè? Maar ik denk wel dat je een probleem hebt, hoor. Zullen het naar Mulder, en dan, als je klaar bent bij Mulder, kom je naar mij toe. Nee. Dit account. Nee, het wordt één van de twee. Of ik ga nu naar Mulder toe, of ik blijf hier en dan gaan we na de les even praten. Maar ik ga niet nu naar Mulder om daarna weer naartoe te komen. Eén van de twee. Ja, ik kijk jou alleen maar aan, hè. Dit is... Kijk, oogcontact. Ja, oogcontact heb ik met jou ook, ja. Ja, zeg het maar. Hey, één van de twee doen, niet allebei. Ik bedoel, daar ben ik volgens mij best duidelijk in. Ik heb wat te zeggen, kunnen we samen een overeenkomst maken? U wilt graag dat ik allebei doe. Ik zeg, ik ga ze niet allebei doen, dus u mag van mij kiezen. En dan zijn we allebei blij. Of naar Mulder. Ja, ik heb mijn mond, zie je wat er gebeurt bij mijn gezicht? Hij hangt een beetje voorbij zit naar beneden zo. Ja, precies. Ja. En je begrijpt wel waarom, hè, denk ik. Ja, omdat ik het voor mezelf opneem. Omdat je het voor jezelf... Wat? Ja. Opneemt? Ja. Nou, ik denk dat jij andere mensen aan het lastigvallen bent. Is nee, niet, nee, valt maar niet kijk, onder als u gewoon zei, nou dan spreken we na de les af. Of nou, dan ga jij nu naar Mulder. Dan was het allemaal niet gebeurd. Maar u wilt per se weer de meerderheid. U wilt per se allebei. En dat gaat gewoon niet. Dan gaat dat gaat ver. Ik ben in gesprek. Wil je niet om me heen praten? Dat gaat dus. U mag kiezen. Of naar Mulder. Of bij u na de les melden. Ben je nou grappig aan het doen? Of probeer je nou een beetje... Hey, ik ben serieus. Oké, okay, oh, dan ben ik ook serieus. Dan ga ik ook serieus zijn. Leuk? Ja, leuk. Let eens op wat ik ga doen. Wat gaan we doen? Ja, je probeert heel lollig te doen, maar het is totaal niet lollig. Het is niet alleen lollig hoor. Nee. Het is een kruising van serieus. Ik ga even naar Mulder toe, zelf. En je kan nu nog kiezen. Ja? Zie ik je zo. Dan heb je een grote probleem hoor. Ja, zullen we zien. Heb je aan de putten gehad? Doei, ik kan hem nou halen. Oh, niet lang. Nee, wat ga je doen? Ja, dat weet ik nog niet, daar heb ik nog niet over nagedacht. Oh, dat zou zijn. Verstoppen. Nee, waar de fuck moet ik me in dit hele kutlokaal verstoppen? Laat ze. Als ik onder die tafel ga zitten, hij zit daar, zit hij met tegelijk. Kom.
Hé, snel man. Nee, wacht, neem mijn jas. Hier is welkom met die jakker. Ja? Ja. Yes! Wat? Rick. Rick, waar is Rick? Is je al... Wat? Moest hij plassen? Ja. Nee, hij is er even niet. Ja, oké, okay, dan ga ik... Oké, okay, excuus. Ja. Ja, ik heb meer te doen. Ja, ik snap het. Ja. Maar ik dacht echt... Nou, ik hoop voor hem dat hij verstandig is, dat hij zich uit zichzelf gaat melden bij Mulder. Goed, we gaan weer verder met de opdrachten. Waar ben jij, Jos? Ik ben Albert Opdracht. Ja, meneer, het is Rick, kom op. Ja, ik denk het wel. Dat gaat hij echt niet doen, hoor. Nee. Ja, bij mij is hij niet, hoor. Is hij niet? Nee. Dan denk ik dat hij helemaal naar de wc is. Misschien op de wc's. Ja. Joshua zegt dat hij op de wc zit. Dus... Ja, hij zit ook daar. Echt. Nou, ik kijk nog één keer. Kijk even. Ja. Okay. Goed, oké. Okay. Ja, niet op de wc. Dus, niet op de wc? Nee, ik weet het niet. Dan snap ik het. Ik ga nu verder met mijn... Ja, is goed. Ja. Sorry. Ja. Waar is hij daar? Hij is waarschijnlijk al naar huis. Ja, maar heeft hij echt een heel groot probleem, heeft hij, hoor. Echt. Was jij dat dan niet? Nee, helemaal wel. Oké. Okay. Ja, jongens, even. We zijn bij. Lekker, ik vind in ieder geval een lekkere sfeer is daar. Qua concentratie bedoel ik. Ja. Rick, ik zie jou nu onder de tafel. Met een jas eroverheen. Dit is echt serieus. Ik ben. Godverdomme, is dit echt. Ja? Ja, maar u scheelt dat zo. Nee. Oké. U mag niet schelden. Zit je de hele tijd daar al onder? Nee. Wel. Ik ga klaar. Ik ben er helemaal klaar mee, Rick. Ja, je bent grappig. Ik ga het even halen nu. Ja, ik ga het even halen nu. Hey, fuck aan met deze. Gewoon weer verstoppen. Hey, ik zie jullie morgen weer, hè? Wauw. Naar huis? Hij is weg. Wat een gozer. Ja, Rick, meekomen. Ja. Meneer, dit heeft geen zin. Hebben jullie hem niet gezien? Waar is die? Waar is die? Waar is die? Ik wil even antwoord. Hij is net weggerend. Hij is weggerend. Hij is weggerend. Excuus. Ja. Oké, nou, ik denk dat hij ergens in de aula ligt. Ga maar gewoon door met de les, want... Ja. Sorry. Goh. Als hij zo terugkomt, dan ga ik het helemaal sturen. Godverdomme. Ja, hé, hey, Rick! Kom eens naar Mulder toe nu! Nu naar Mulder! Doei! Meelijden met zijn moeder. Is er meneer? Ik begrijp niet wat... Ja, wat is er meneer? Dat is een goede vraag. Is hij nou naar Mulder of ik begrijp niet. Rick heeft altijd... Vorig jaar had ik Rick ook in de klas. En die heeft altijd een paar weken per jaar dat hij, ik weet niet wat er in zijn hoofd gebeurt, maar dat hij... Hij is er meer. Domme Griek! Ga naar Mulder, nu naar Mulder toe! Serieus, ik meen het hoor! Ja, Rick werd eruit gestuurd, maar ging zich niet melden. Als dat nu bij jou op school gebeurt, wat gebeurt er dan met deze leerling? Laat het me weten. Like deze video, word abonnee en tot de volgende week. Hoi!